We zijn hier op de eerste verdieping met Michiel Huiben, waar Roderick net een zeer goed betoog over voerde. Michiel, je bent Nederlander. Wat doe je in een artist in residency plek? Ja, ik had een atelier nodig en toen heb ik deze plek aangeschreven omdat het me wel een leuke plek leek. Ze doen hier veel avondjes en ja, het is niet alleen een residency, maar ook gewoon ja, er komen ook nog wat dingen bij kijken, zeg maar. Het leek me een leuke ploeg met mensen zo. Dus vandaar dat ik hier graag een half jaar wilde zitten. Ja. En ben je net bezig of ben je al aan het einde van je periode? Ik ben echt net begonnen, ja. Een paar weekjes. Wat is het werk wat je nu laat zien? Ja, ik heb de ruimte. Ik heb eigenlijk de ruimte laten zien zoals ik die heb gekregen toen ik hier voor het eerst kwam. Tenminste één kant. Er stonden allemaal meubeltjes opgesteld en dat was heel erg een soort decor setting. Dus ik ben begonnen met daar een podiumpje voor bouwen. En daar staat nu uiteindelijk een spotlight op gericht die langzaam van de een naar de andere kant van de ruimte van het decoortje beweegt. En die ligt eigenlijk ieder dingetje, ieder stukje van dat decoortje apart uit. En daarnaast staat tegen de achterwand staan alle spullen die ik gewoon in mijn atelier had staan opgesteld. En ik heb twee pilaren toegevoegd aan de ruimte. Om een beetje zo. Het is een vierkante ruimte, dus dat kijkt best gek. Als je binnenkomt, dan heb je eigenlijk meteen overzicht over de hele ruimte. En met die pilaren wilde ik dat een beetje vertroebelen of een beetje verbreken, zeg maar. Dus dat is wat ik toon. Ligt er een pointe of een dieper gevoel ten grondslag? Nou ja, het is uiteindelijk. Ja, ik zit hier nog maar net, zeg maar. En ik wilde die ruimte eerst nog maar eens leren kennen voordat ik echt aan de gang ging. Ik kan er wel doen alsof ik hier al een gigantische productie heb gestart. Maar ik ben hier eigenlijk pas net en ik moet nog wennen aan de ruimte. En het leek me dus wel een mooi begin om gewoon die ruimte zelf als uitgangspunt te nemen. En dat beeld van die meubeltjes tegen die ene wand met het wasbakje was me heel erg bijgebleven als heel erg theatraal beeld of zo. En dat heb ik dus uitversterkt. Als je dat dan morgen of overmorgen weghaalt, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan begin ik weer gewoon overnieuw, denk ik. Zo werk ik niet of zo. Ik kijk gewoon per keer en per plek wat er volgens mij moet of kan gebeuren, zeg maar. Dus ik heb echt nog totaal geen idee wat ik over een half jaar ga laten zien. Dan moet je komen kijken.